Welkom bij de 7e aflevering van de gekochte game. En mijn camera doet weer even kut. Maar vandaag is het dat ik toch wat de tijd om de map gewoon compleet af te maken. Want ik hoef niet meer zoveel. Ik heb zowat alle gebouwen wel gekocht die ik heb nodig heb. Dus vandaag dacht ik zo. We maken het dus even af. Ik heb een paar dingetjes weer veranderd. Zoals je ziet, ik heb die bomen, grote bomen. Die gekleurde bomen en zo heb ik hier weggehaald gewoon van die normale bomen. Dat stond was een beetje te groot. En ik heb een nieuw tekstje bij neergezet van Adora Development. En best leuk, het is best wel een, ja, een zelfbedacht werk. Dus daarom. Daarnaast heb ik hier wat, die huisjes die daar stonden, die vond ik een beetje kut staan. Die heb ik daar vervangen door bomen. En ik heb hier een appartementgebouw neergezet. En denk je van, waar heb je die nou weer weg? Want die staat nergens. Deze heb ik toevallig nog kunnen krijgen van Fendex Development, die ijzeren stop of hier, zoals ik al zei. Maar, Matthijs, een van de owners, Matthijs heeft me dus de kans gegeven om een van die dingen toch te kunnen kopen. En dan heb ik het appartementgebouw nog eens dus kunnen kopen. Anders had ik hem hier neergezet. Maar dat is, daar heb ik geen plek meer voor, dus ik heb hem hier neergezet. Daarnaast heb ik een ambulance tekst hier weggehaald, daar heb ik Kelsta ambulance nog neergezet. Want die logos heb ik ook ooit een keer gekocht. Ik heb hier bij de boerderij heb ik een boerderijhuisje neergezet van Adora Development. Weet niet allemaal mooi gebouw, maar hè. Nou, ik heb hier een politiebureau neergezet. Zoals je ziet. Van hoe heet het? Delta. Nee, hoe heet het? Dollar Studios boek. Dollar Studios, ja. Nou, en dan heb ik hier nog een nieuwe combi store neergezet van de Filtje Studios. Mooi naast de Ethos en de Primera. En volgens de bedrijventrein heb ik een keer extra van die loodsen neergezet. Ik heb een Mediamarkt neergezet. Ook van Aridev. Ja, dus Aridev en dat. Ja, en hier is toch een beetje leeg. Ja, ik heb hier nog wel wat gebouwen, dan moet ik er wel inzetten. En ik heb hier nog een brandweer en die moet ik ook nog erin zetten. Dus ik heb nog wel wat te doen. Er moet toch een auto zijn. Ik heb nog wat scripts die ik hier kan installeren. Dus ik heb wel wat te doen. Oké, P-automaat. Nee, de model is van, van een resale product van Future Studios en, liever Unknown Producties, maar ik heb er nog van Future Studios en ik heb er dus een speciale port in gedaan en dat is dan zeg maar die van, het script van Delta Productions, die heb ik dus hierin gezet en die ga ik dus random door de map heen gooien. Op verschillende plekken, dus dan heb je er ook iets aan. Oké. Nou, ik zet als eerste eentje hier neer. Moet kunnen. Kijk eens aan. Dat is wel een beetje hoog. Zo. Volgende, die zetten wij hier bij de Aldi neer, dacht ik zo wat. Even kijken, de Aldi. Waar is zo'n leuk plekje? Nou, ik denk hier daar. wanneer bad ik al in gal? Misschien ergens op het bedrijventerrein, denk ik wel. Ja, hier ergens, dacht ik. Ik denk dat de karwei wil een eentje wil. Karwei wil wel eentje. Even kijken. Zo. En doen we nog eentje. Die zet ik hier bij T-station neer. Zo. Dat staat erin. Nou, dan moet ik eens even kijken. Wat heb ik hier nog over? Dat is hier al geïnstalleerd. Ik heb nog een bochtje. Maar ik denk dat ik niet dat ik die ga gebruiken. Die schoot ik gewoon weg. Ik heb nog een lantaarnpaal staan. Ik denk dat we eens even wat stoplichten gaan neerzetten, want die heb deze heb ik mijn building management. Dus ik heb toch wat stoplichten natuurlijk. Even kijken, waar zou ik die dan neerzetten? Ik dacht hier zo. Dit is wel een mooie plek. Boeken we een modern kant heen. Kijk eens aan, het staat wel mooi. Dus ja. Dan moet ik eens even kijken. Nou, ik denk dat ik iets of veel meer bomen nodig heb. Nou, deze kan ik wel echt doen. Die was echt niet nodig. Dit hebben we een flitspaal. Oké, doe paal in workbase. Zet de sensor naast de paal. Doe instellingen in circus. Ik moet even kijken hoe die werkt hoor. Want ik ga het ook niet een script laten zien. Maar ik moet even weten hoe, hoe het moet. Dus het geldsysteem heb ik al, zeg maar. Dus dat heb ik al. Ja, dit is al ingesteld. Doe instellingen in server storage en pas deze instelling aan zoals jij wilt. Oké,
Nou, doe boete frame in server storage. Je hoeft de sensor niet onzichtbaar te maken. Oké, die doen we even zelf. Met de sensor naast de bal. Oké, nou ik denk dat ik de instellingen even kijken. Boetebedrag, nou ik zet hem op 400. Ja, en maximaal snelheid is 50. Ja, laat het zo. Nou ja, en die webhoek hoef ik niet per se te doen voor mij. Geen idee. Dus ik zet hem recht voor de rotonde ergens neer. Dat is hem hier. Ongeveer. Zo. En dat dacht ik zo. Ik denk dat dat het enige is. Dus, kijk, je wilt nog wel een beetje simpel houden, dus erom. Ja, wat zou ik nog verder doen? Ik denk dat ik daar een paar plaatsen blijven achter het scherm. Want dat is toch niet zoveel. Nou, deze pompjes. Die kan ik onder zo'n wel bezig. Die Crossbones Riedekreven is zo. Ga eens even deze. Kom al bezig aan Aridef. Eens even ergens neerzetten. Want ja, ook die heb ik weer gekocht. En ik denk dat ik wel mooi, dit als een mooi plekje heb. Weet je. Alleen hij staat een beetje dom. Even kijken. Maar ja, ik laat het ook maar zo. Hoe het eruit ziet, dat maakt me niet zo uit. Oké. Dat is alleen dan maar dit. Dus ja, ik denk dat ook iets over wat te doen. Ik moet misschien nog even wat bomen plaatsen en wat wegen. Dat ga ik hier nog een beetje doen. Dan laat ik dit zo achter. Weet je, dan had ik dit wel zo misschien ooit een keer als ik hem weer verder maak, zo'n video ooit, hè. Dan doe ik dat afmaken, dan zo moet ik een beetje naar kijken. Nou, de graphics zijn hem ook nog even goed neerzetten, is ook zo. Was ik helemaal vergeten. Ik zit meer bij de bomen neer, anders dan kan ik niet precies die bomen neerzetten. Nou, en ik denk ook dat dit het is. Ja, nou. Wat we nu gaan doen, nou, ik denk dat we nog even al dat gras moeten opvullen. En dat we daar gewoon bomen neerzetten. Allemaal bomen. En dan dat is nou dat we bouwen. Ik ga eens even beginnen. Nou, het eerste stukje heb ik zo wat opgevuld. Denk ik. Het ligt gewoon weer aan mij, want die kan wel bezig lijken, een beetje zo op een manier. Wel, het zal wel mij liggen of zo, denk ik. Ik moet dit ook nog een beetje opvullen. Maar ik ga gewoon maar allemaal rijtjes maken van bomen, want ik moet kranten spelen, dus erom. Het ziet allemaal mooiste uit, maar hè, het is niet snake, dus ik hoef het niet zo te maken dat het populair wordt. Nee, ik denk dat ik nu deze wel een beetje gebruik, want dat. Heel fijn weer werk. Dat zijn iets meer bomen bij elkaar, dus erom. Zo. Zo, en dan zo, en dan zo, en dan zo. Dit ziet er gewoon wel mooi uit. Ja, dan heb ik dit stuk. Dit stuk heb ik ook nog nodig. Nou ja, ik zet deze aan de kant. Up. En up. Ik doe gewoon achter de schermen wat. Ik denk dat ik het hierbij hou voor deze video. In de rest van de video. Like en abonneer en zoals altijd, laters. Abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan. Abonneren, reageren, la 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 la. Abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan. La 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 la. Abonneren, reageren. Dat lijkt me een goed plan.